Van den Berg. Lange bal. Torisson er niet bij. De Arsanusi goed gevolgd. En die kan misschien meteen trappen. Nee, hij kiest voor het paasje. Het schot en de goal meteen. We zijn allemaal net begonnen. Nog maar een halve minuut gevoetbald op Thibaut Verlinde. Maakt zijn allereerste van het seizoen. Knappe goal hoor. 0-1. En meteen vieren met de supporters. Want Beerschot op voorsprong. Nog maar pas afgetrapt. Beerschot begint de wedstrijd met een voorsprong. Dankzij Verlinde. En dat moet doorgedoen. Want scoren, dat bleek zo moeilijk voor Verlinde. Hier doet hij het knap hoor op aangeven van Sanusi. En het staat al 0-1. Koude douche voor Lommel. Is dit de reactie van Lommel? Mooi paasje binnendoor. En is daar de gelijkmaker? Jawel. Wat een begin aan deze wedstrijd. Anello stelt meteen gelijk. Fantastisch. Mooie viering. 1-1. Twee minuten. Hier Kadiri met de goal. Oh, fantastisch. Hier nog eens kijken. Mooi voorbereid. Metinho, Anello die klaarlegt. En Kadiri die hem binnenglijdt. Schitterende goal. Prima combinatie. Vrij trap met Rigo achter de bal. Rigo over de muur. En de redding van de Busser. Beerschot richting eigen aanhang. Rigo. 7 minuten ver en al 2 goals gezien. Rigo met de nieuwe vrijtrap. Dat is een goeie. Voila, bijna de 1-2. Dit scheelde echt niet veel. Hier nog eens kijken. Rigo van den Berg eronder door. Maar dan bijna ingegleden door Constantopoulos. Belgari kort. Chadli. Ah, prima druk opnieuw van Beerschot. Dat doen ze uitstekend. Torisson. Torisson kijken en trappen maar in de handen van de Busser. Nieuwe mogelijkheid voor Beerschot. Met een geweldige pressing. En telkens levert het wat op. Belgari. Goeie druk van een Zita. Meteen richting Verlinde. Paten is goed gevolgd. Die kan plaatsen. Wow, mooie krul. Ja, knap. Thibaut Paten. Afvallende bal. En dan meteen proberen. Ja, grote kansen. Zien we niet meer. Maar Beerschot houdt het tempo wel hoog. Seydou, de 16 en trappen maar. Ja, nieuwe poging van Leo Seydou. Hier nog eens. Prima. De 16 in. En dan een corner gewerkt door de Busser. De zoveelste al in deze wedstrijd voor Beerschot. Ah, kopbal van Constantopoulos. En dan zat er nog iemand van Lommel aan. Rigo mag nog eens proberen. Constantopoulos niet. En dan bijna Torisson. Nokvi Torisson. Hier. Metinho opent mooi voor Anello. Caio Roque duikt de ruimte in.
Anello kiest voor de voorzet voor Kadiri. Eerste mogelijkheid in de tweede helft. We zijn nog maar pas begonnen aan die tweede helft. Of daar was het duo Anello-Kadiri er weer. Anello met de voorzet en dan de kopbal van Kadiri. Rigaud, hard. Nee. Goed gelezen door Caio Roque en de ruimte bij Anello. Anello aannemen, maar daar vergat hij de bal. Anello! Hula, daar ging die bal bijna in eigen doel. Dit was een goede mogelijkheid voor Lommel. Anello aannemen met buitenkant rechts. Vergat even de bal, maar kreeg hem dan nog bijna in doel. Het is Matisse die er nog zijn voet tegen zet. Ja, dat is een goeie voor Verlinde. Verlinde, kappen en dan plaatsen. Nee. Hij gaat er toch in. Verlinde met zijn tweede. Het is ongelooflijk. Het lukte hem in geen enkele wedstrijd dit seizoen, behalve vandaag. Nummer 2 voor deze Thibaut Verlinde. Hier, Torrisson. Hele goede pas hoor. Verlinde, even kappen en dan ja, via de rug van Caio Roque gaat hij er toch in. Sanusi. Snel met de bal aan de voet. En dan openen voor Verlinde. Torrisson voor doel. Torrisson. En de goal. Ja, dat was een uitstekende aanval. Afgerond door deze Torrisson. Met zijn tweede van het seizoen voor Beerschot. Hij maakte er al 17 dit seizoen in IJsland. Torrisson aannemen met links en scoren met rechts. In het dak van het doel. Letellier maakt een einde aan de partij. Sterke prestatie van Beerschot.